Wat gebeurt er als je slijm in de magnetron doet? We gaan er nu achter komen in 3, 2, 1, go! Hallo familie, mijn naam is Rutger en welkom terug bij deze hele nieuwe video na het gigantische succes. Ik ben zo enthousiast vandaag dat ik vergeet te ademen. Na het gigantische wetenschappelijke succes van prik toevoegen aan random dingen. Oh nee! Heb ik, zoals je waarschijnlijk wel weet, de Nobelprijs ontvangen voor de wetenschap. Oh, dank je jongens, dank je. Ga zitten. En vandaag gaan we gewoon een stapje verder, want het is weer tijd voor een nieuw experiment. Ik heb namelijk deze... Ik heb deze geweldige magnetron. En vandaag gaan daar allerlei dingen in die er misschien niet in horen. Alhoewel, je weet het maar nooit. Bijvoorbeeld stroopwafels. Die zijn veel lekkerder als je ze heel even in de magnetron doet. Dus misschien ontdekken we vandaag wel iets nieuws wat gewoon geweldig is. Wat allemaal in de magnetron hoort. Want jullie hebben via mijn Instagram bepaald, mocht je me daar nog niet volgen, @RutgerVink, wat ik vandaag allemaal in de magnetron moet gaan doen. Jullie waren very creatief. En volgens mij ook lichtelijk sadistisch. Want er staan dingen tussen. Ik durf gewoon straks niet het knopje om te zetten. Ben ik bang. Maar ik ga het doen uit naam van de wetenschap. Dus geef deze video vast eventjes een duimpje omhoog. Mocht je nog geen goede voornemen hebben, abonneer je gewoon eventjes op mijn kanaal. Dan ga ik de boel hier nu eventjes verbouwen tot wetenschappelijk laboratorium. Ik kan het experimenteren met de magnetron beginnen. Oftewel, wordt het magnetron of magiatron? Oké, zo heet de magnetron trouwens ook. Oké, kijk. Conspiracy theory. Maar goed, daar gaan we. Welkom in mijn geweldige magnetron laboratorium met maar liefst 2 camera's om alles ultra goed vast te leggen vandaag. Ik ben natuurlijk een professioneel stuntvrouw. Ik heb hier jaren voor gestudeerd. Doe dit vooral niet thuis. Nou, en ook niet als je ergens anders bent. Ik doe dit gewoon zodat jij het niet hoeft. Laten we beginnen met het eerste experiment. En ik ben zo benieuwd. Ik hou ontzettend veel van eieren. Gekookte eieren, gebakken eieren. Maar het duurt altijd zo lang. Vooral dan als je gekookte eieren wilt. Dus ik heb hier blije eieren gekocht. Wat geven ze deze kippen dat ze blij zijn? Ik heb geen flauw idee. Ik heb ook mais-eieren. Waarschijnlijk weet je wel wat er gebeurt als je mais in de magnetron doet. Dan krijg je popcorn. Dus ik wil het verschil weten tussen deze 2 eieren. Laten we gewoon beginnen met het blije ei. Sesam, open u. Leuk is dat ik het eigenlijk zelf helemaal niet goed kan zien. Oké, en wat ik nog niet verteld heb is dat ik een lichte fobie heb voor magnetrons. Althans, als je er zo dicht op moet zitten. Dus ik ben eigenlijk wel behoorlijk bang. Ik hoop op een gekookt eitje, maar... Oké, ik ben nu al bang. Oeh, hij maakt al geluid. Hoe doe je hem eigenlijk uit? Er gebeurde iets. Stop. Hoe zet ik hem uit? Wat is er gebeurd? Wow, allemaal stoom. Oh nee. We hebben een ontploft ei. Maar, au. Je kunt veel zeggen, maar het het ei is gekookt. Een applaus. Als je dus ontdekt hoe lang je hem precies erin moet doen vlak voordat hij ontploft, dan kun je hier dus eieren in koken, denk ik. Maar wat is hier nou zo blij aan? Zal ik het eens proeven? Dit is gewoon een normaal gekookt ei. Nou, en daar word ik blij van. Ik snap hem eindelijk. Nu we weten dat het soort van kan, ben ik benieuwd wat er dus gebeurt als je maiseieren erin doet. En weet je wat? Ik ga er gewoon... Gadver. Bedankt Salmonella voor het sponsoren van deze video. Dit is gewoon één troep. Nee. Daar gaan we 3 maiseieren die misschien wel popcorn worden. Laten we het hopen. Ik ben echt bang. Ik kan elk moment ontploffen. Het duurt te lang. Sta je er al een tijdje. Dat was er 1. Heb ik de meest enge dingen in mijn leven gedaan. Parachute springen. Naar... Dat was het teken. En dan ga ik uiteindelijk dood door eieren. Ik hoop dat we popcorn hebben. Heel veel stoom. Wat is er gebeurd? Oh, nou. Sowieso 2 slachtoffers. Ik heb al heel warm. Laten we kijken of het een normaal...
Oh. Hij is heel zacht nog. Check, er komt nog allemaal... Ik heb ontploft. Waarom dacht ik dat het een goed video-idee was? Volgende ronde, wat heel erg veel werd aangevraagd op Instagram, dat is... Zeep? We gaan hem eventjes om zeep helpen in de magnetron. Ook eventjes om de geur hier in deze kamer wat beter te maken. In de microwave. On high voltage. Daar gaan we. Ik ben iets minder bang voor ontploffingsgevaar bij deze. Maar ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, wie doet er nou weer zeep in een magnetron? Ik ruik het al. Wat een heerlijke geur. Zie je al? Oh, wat? Ik zie iets heel raars. Volgens mij is het helemaal ontploft. Check. Er komt allemaal spul uit. Ik wil erin prikken. Dit is interesting. Het is helemaal uitgezet. Oh. Auw. Oh my god, zo dom! Het ruikt hier weer heerlijk en er is een soort van magisch schuim uit het zeepstuk gekomen. Ik help alleen maar mijn handen om zeep. Het is tijd voor iets spectaculairs, want iemand heeft mij verteld dat je druiven in een magnetron moet doen. En dan niet zomaar een druif, maar een druif die je doormidden hebt gesneden. Zo, en dit zou echt spectaculair moeten zijn, dus ik ben een beetje bang. Ik ben heel bang. Ik kan het alleen op het schermpje zien. Ik kijk even daar. Hallo? Er is niks gebeurd. Nou, er zou nu een soort van vlam moeten komen. Ja, nu bedenk ik me pas hoe raar dit eigenlijk is. Dat ik dus weet, of denk te weten, dat er een vlam zou komen. En dat ik denk, kom, dat gaan we even doen. Ja, dat gaan we nog een keer doen. Oké, ik geef het op. Deze druif is ongeschikt. Over de volgende twijfel ik heel erg welke ik als eerst ga doen. Of het wordt deze, of slijm. En ik heb het maar even kant en klaar gekocht, want ik kan het echt niet zelf maken. Ja, komt u maar. Oeh. Wauw. En nummer 2. Oeh, zo, het gaat gelijk in elkaar. Nice. Dit is echt het beste slijm dat ik ooit in mijn handen heb gehad. Maar ik bedenk me nu, ik denk dat ik deze toch als laatste ga doen. Ik laat hem gewoon even hier lekker liggen. Daarna ben ik bang dat de magnetron gewoon niet meer werkt. Ik doe eerst deze bal erin. En dit is denk ik ook een heel slecht idee. We gaan het meemaken. Hij gaat gelijk even... Oeh, ik schrok. Wat zou er gebeuren? Zou die groot worden? Zou die gewoon leeglopen? Zou die ontploffen of krimpen? Wacht, we kijken even hoe het ermee gaat. Gebeurt er al iets? Nee, er gebeurt nog niet echt iets. Maakt me wel een beetje rustig, terwijl ik heel bang naast de magnetron zit. Hij maakt soms hele enge geluidjes. Hij wordt ook niet warm. Deze is gewoon magnetron overwinnelijk. Niet mijn slijm verpesten. Nu gaan we door naar het volgende. Oké, zakje chips in de magnetron. 3, 2... Ik ben in shock, zagen jullie dat ook? Oh my god! Wat is hier gebeurd? Moet je eens kijken, het is gewoon helemaal verschroeid. Ik ben helemaal in shock. Wauw, dit is echt cool. Hij was zo groot en nu is hij gewoon in elkaar gekrompen. Ik wil dit nog een keer zien. Het is ook echt binnen een seconde klaar. Het gekke is dat het ook gelijk niet meer warm is. Smaakt de chips nu nog? Gewoon lekker! En dan nu het finale stuk. De slijm is er helemaal klaar voor. Oké, ik ben wel een beetje bang, want... Wat gebeurt er als je slijm in de magnetron doet? We gaan er nu achter komen in 3, 2, 1, go! Ik ben heel benieuwd. Gaat het krimpen, opstijgen, ontploft het? Laat even in de poll hierboven weten wat jij denkt dat er gaat gebeuren. Wow, oh shit, ga terug. Even een leuk wachtmuziekje. Er staat niks op dat hij niet in het slijm mag. Oh my god, het is één groot monster geworden. Dit is levensgevaarlijk nu, want het is natuurlijk heel warm. Ik denk dat we kunnen concluderen dat wanneer je slijm in de magnetron doet, dat het vloeibaarder wordt. Goed, als ik mezelf zo zie zitten, dan hoop ik dat mijn moeder trots op me is. Maar ik ga de boel maar even opruimen, want het was allemaal in de naam van de wetenschap natuurlijk. Ah!
Ik ben blij dat ik nog leef. En ik ben blij dat jij ook nog steeds leeft. Want even voor duidelijkheid. Dit moet je niet thuis nadoen. Ik heb jarenlang op het kinderdagverblijf gezeten. Om dit soort stunts uit te kunnen voeren. Dus doe dit thuis niet na. Wat je wel mag doen is je duimpje omhoog doen. En als je nog niet geabonneerd bent. Kan je onder druk op de rode knop. En dan zie ik je gewoon volgende week donderdag weer in het nieuwe jaar. Oh my god. Dan zie ik je over een jaar. Dat klinkt heel raar. Maar is wel waar. Anyway, ik ben er donderdag weer met een nieuwe video om 4 uur 's middags. Maar tot die tijd. Stay firmless. Doei doei. Mwah.